What a train that I am was in, man. What a train, Lord, I ever seen. Zonder dat we het weten, de kleren die we dragen, ze worden soms gemaakt door kinderslaven. Kinderarbeid is nog steeds een hel. Ze kunnen niet naar school en ze zitten in de knel. Kijk naar wat je hebt. Dat is niet altijd zo erg, anders is het slecht. Het is een probleem, al die ellende en verdriet. Maar het is niet vast één, ik wil dat iedereen het ziet. Nou ja, die is nog hartstikke goed, hoor. Misschien een beetje schoonmaken, maar... kan hij gewoon mee op reis? Die bank is ook best leuk. Zonde om weg te gooien eigenlijk. Laat wel weer zien hoe rijk we zijn in Nederland, hè? We doen de tv weg als er een nieuwe model is. En de bank gaat eruit als de kleur ons niet meer bevalt. Terwijl er zijn mensen die hebben helemaal geen tv. Of zelfs geen huis. Ik zoek dingen die ik kan verkopen. Wat het meeste oplevert zijn plastic flesjes, zoals deze. En deze blikjes. En ook medicijnen zoals deze. Ik werk iedere dag 4 of 5 uur, totdat ik genoeg gevonden heb om te verkopen. Ben jij aan? Ja. Hallo. Hallo. Heeft u spullen voor Bangladesh? Voor Bangladesh? Ja, ja. Want we gaan een rommelmarkt houden hierachter. En we zouden het fijn vinden als u nog wat spullen hebt om te verkopen. En een Donald Duck. Heel erg bedankt. Dat is niet te kloppen. Hebt u misschien nog spullen om aan Bangladesh te geven? Voor Bangladesh? Ja. Wat ik hier heb is een broodrooster. Kan je daar wat mee? Ja. Ja. En wat gaan jullie daarmee doen? Verkopen voor Bangladesh. Oké. Okay. Okay. Nou, alsjeblieft. Hij is helemaal nieuw nog. Dank u wel. Die verkoopt als een trein was. Ja. Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. En een van de armste. De helft van de bevolking moet rondkomen... van minder dan 90 eurocent per dag. In de hoop op een betere toekomst trekken veel mensen van het platteland naar Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Omdat er niet genoeg huizen zijn voor iedereen, belanden de nieuwkomers vaak in sloppenwijken. Bangladesh ligt hier. Ongeveer, eens even kijken. Hier in Azië, naast India en onder Bhutan. Het is een heel arm land en het is 4 keer groter dan Nederland. Maar er wonen 9 keer zoveel mensen als in Nederland, dus wel 144 miljoen. Veel mensen wonen in kleine huisjes van golfplaat en sloophout. Zonder toilet, douche of stromend water. Maar liefst 5 miljoen mensen leven in dit soort primitieve omstandigheden. En zelfs voor zo'n klein kamertje in een sloppenwijk moet worden betaald. 10 euro per maand. En dat heeft niet iedereen. En toch komen er iedere dag mensen naar de grote stad. In de hoop op een beter leven. Zelfs kinderen komen hier alleen naartoe. Ik ben Abdullah. Ik kom uit het noorden van Bangladesh. Mijn vader is hertrouwd. Maar mijn stiefmoeder gaf me niets te eten. Ze trok haar eigen kind voor. En ik werd geslagen. Daarom ben ik weggegaan. Ik mis mijn familie, maar als ik terug ga, word ik weer geslagen. En dat wil ik niet. Ik ben naar Dhaka gekomen, maar ik heb geen geld om eten te kopen. Wij
Wij kunnen ons in Nederland nauwelijks voorstellen hoe het is om in zulke armoede te leven. Het is veel makkelijker om lekker te gaan shoppen, toch? Om je bezig te houden met de problemen van anderen. En Bangladesh, dat is helemaal aan de andere kant van de wereld. Daar kunnen wij in Nederland toch niks aan doen? Of wel soms? Zo'n 30 miljoen Bengalese kinderen leven in bittere armoede. Ze krijgen geen school of medische zorg, maar moeten al op jonge leeftijd werken. Velen zelfs op ongezonde en gevaarlijke plekken, zoals steengroeven en fabrieken. Als ze geen ouders hebben om hen te beschermen, worden de kinderen helemaal uitgebuit en moeten ze hele lange werkdagen maken voor weinig geld. Zo zijn er in Dhaka naar schatting tussen de 250.000 en 400.000 straatkinderen. Ik ken alle vuilnisbelten van deze stad. Wat ik allemaal opraap, verkoop ik. Daarvan kan ik rondkomen. Ik werk voor mezelf. En van wat ik verdien, koop ik eten. Alles wat je in de vuilnisbak gooit, wordt uiteindelijk verbrand. En soms is dat hartstikke zonde. Hier bijvoorbeeld bij dit blouseje. Is mij te klein, maar hij is nog helemaal goed. Misschien heeft iemand anders er wat aan. En daarom worden jaarlijks van 80 miljoen kilo kleding verzameld in dit soort containers. Maar wist je dat nog 140 miljoen kilo kleding gewoon zomaar wordt weggegooid? Een agenda. En een boek. Schoenen. Dat is nog helemaal nieuw. Deze? Ja, die ziet er nog best wel nieuw uit. Zeg maar, hoeveel wil je daarvoor geven? Ja, 1,50. Ik heb die in een winkel zien staan. Die vraagt ze 1,50 voor. In de winkel? Ja, dan vragen we er 1 euro voor. Oké, schat. 2,50. Nee, kom op. Daar heb ik echt geen benul van zaken doen, hè? 5 euro. Ja, hij heeft het. Niet alleen in Nederland worden spullen weggegooid die nog waarde hebben. Ook in Bangladesh. Zelfs in het huishoudelijke afval vinden ze daar nog nuttige dingen. Al kunnen wij ons dat moeilijk voorstellen. Iedere ochtend wordt vuilnis van de hoofdstad naar dit soort stortplaatsen gebracht. Honderden vuilpikkers tussen de 6 en de 15 jaar oud vroeten hier door het afval op zoek naar iets bruikbaars. De kinderen komen meestal van het platteland en hun ouders zijn gescheiden of leven niet meer. Maar daarom hebben ze geen andere inkomsten. Want er is niemand die voor ze zorgt. Als we geld verdiend hebben, dan komen we hier om te eten. En als we niet genoeg hebben, dan kopen we met z'n tweeën een maaltijd. En dan delen we die samen. Geld voor kleding of slaapplaatsen hebben we niet. Daarvoor verdienen we niet genoeg. Hoger! Iets hoger nog. Klein stukje. Ja, een beetje scheef. Ja, iets meer zo. Ja. Nou, welkom allemaal. De veiling, waar jullie allemaal voor gekomen zijn, hè? Deze kinderen hebben geweldige klusjes bedacht die ze voor jullie willen gaan doen. Gabriel en Ashton, die gaan onkruid wieden. Gaan we staan? Want onkruidwieden kunnen zelfs de beste. Wie biedt er voor het onkruidwieden? 3 euro. 3 euro. 3,50. 2 keer, maar 4 euro. 4 euro, dit gaat goed. Niemand die meer biedt? 6 euro. 6 euro. Oh. 7 euro. 7 euro. Een man normaal. Verkoop. En deze staan we ook. Wat Abdullah op de vuilnisbelt verzamelt, brengt hij naar een opkoper. De prijs die hij krijgt wordt bepaald door de fabrieken. Als Abdullah meer zou weten over de waarde van zijn spullen, zou hij een betere deal kunnen sluiten. Maar ja, als je niet naar school bent geweest,
is dat niet altijd makkelijk. Dankzij het vuil dat Abdullah heeft verzameld, hebben de fabrieken materiaal om nieuwe producten te maken. Maar ook dit werk wordt weer vaak door kinderen gedaan. Omdat de fabrieken steeds minder betalen voor het afval, moet Abdullah 2 keer zo lang werken. Want hij heeft het geld hard nodig. Vraag en aanbod bepalen ook de prijs op de wereldmarkt. Als er bijvoorbeeld meer tomaten worden aangeboden dan normaal, dan gaat de prijs van die tomaten omlaag. En dat is nou precies het probleem voor ontwikkelingslanden. Als wij ons tomatenoverschot weggeven, dan gaat bij hen de prijs van die tomaten omlaag en kunnen de boeren daar er niet meer van leven. En als wij containers vol tweedehands kleding opsturen, dan daalt de prijs van kleding daar zo erg dat de plaatselijke textielbedrijven failliet gaan. Het weggeven van voor ons overbodige spullen lijkt dus een goede oplossing, maar eigenlijk maakt het een heleboel kapot. Als ik geen geld heb verdiend om te eten, dan ga ik naar de markt om gratis fruit te zoeken. Ik zoek het fruit dat wordt weggegooid. Dat eet ik. Want niemand geeft mij eten. En als ik erom vraag, word ik geslagen. Want ze denken dat ik het wil stelen. €1. €4. Ja, maar ze vragen wat er is. Oh, een tosti-ijzer. Doe me die in centrale maar. Oké, moet ik even tellen? Je kunt zitten ook kleintjes bij, hè? Dan krijgen jullie €5. Het is ook voor jullie. Ja, dat is niet. Oh ja, dat is heel erg aardig. Een goede deal, jongens. Ja. Oké. Ondertussen hebben de ontwikkelingslanden hun handen vol aan hun eigen vuilnis. De 12 miljoen inwoners van Dhaka produceren iedere dag meer dan 3200 ton huishoudelijk afval. De gemeentereinigingsdienst haalt daarvan de helft op. En de rest blijft gewoon liggen. Niet alleen rotte groenten, maar ook levensgevaarlijk industrieel afval komt in de grond en het water terecht. 80% van het rioolwater wordt direct in de rivieren geloosd. Toch gebruiken de duizenden mensen die aan de rivieren wonen nog steeds dit zwaar verontreinigde water. Het is het enige water dat ze hebben. Om de afwas te doen, hun kleren te wassen, hun baby's te verschonen, in te zwemmen en zelfs om van te drinken. De kleding die in de kledingcontainers is gegooid, die gaat gelukkig niet rechtstreeks naar de ontwikkelingslanden. Maar die wordt verkocht aan dit soort grote textielbedrijven. De goede kledingstukken die gaan bij ons naar tweedehands winkels. En de rest wordt bijvoorbeeld gebruikt als poetslap of als stoelvulling. En van de opbrengst kunnen allerlei projecten in ontwikkelingslanden worden gesteund. Nou, zo gaan we niet alleen van onszelf uit en wat wij weg willen doen, maar vooral ook van wat anderen nodig hebben. Ik slaap op verschillende plekken in de stad en vaak hier op de bootterminal. Maar hier word ik soms door de politie wakker gemaakt en weggejaagd. Als ik dit werk straks nog steeds doe, wanneer ik groter ben, dan word ik helemaal vaak geslagen. Want kleine kinderen slaan ze niet zo vaak.
Ik kan dit werk niet blijven doen. Ik wil graag naar school, zodat ik later een eigen zaak kan beginnen. Want nu kan ik niet rekenen en zetten ze mij af. Maar als ik dat wel kan, dan wordt alles beter. Zouden we dit hele stuk voor hoeveel euro doen? Nou, ik weet niet eens of we dit hele stuk wel kunnen doen. Vervelend, man. Ja. Is heel erg. Want dit is niet echt bepaald leuk werk. Nee. Met deze prikkelplanten. Ja. Je moet zo denken, het is om iemand te helpen. Voor vuilnisrapers is het bijna onmogelijk om zelf hun situatie te veranderen. Daarom helpt UNICEF ze daarbij. Samen met andere hulporganisaties. Ze hebben een kleine groep vuilnispikkers een opleiding gegeven en onderdak. En deze groep kinderen spreekt nu andere kinderen aan die nog wel op straat vuilnis rapen. En neemt ze mee naar een plek waar ze kunnen leren rekenen en schrijven. Maar waar ze vooral leren om beter voor zichzelf op te komen. Ik ben meegegaan naar het centrum, daar mocht ik vragen stellen. Ik wilde weten hoe ik zonder vuilniswerk verder kan leven en beter zaken doen. De jongen van de groep vertelde dat ik hier iedere dag les kon krijgen. En dat later misschien wel naar een openbare school kan om verder te leren. Daarna moest ik letters leren. In de opvang krijgen ze een maaltijd, medische zorg en is er altijd iemand waar ze terecht kunnen met hun problemen. En er is ook een plek waar ze kunnen slapen, zodat ze 's avonds veilig zijn. Kijk, hier hebben we nog 6,50. Oh, super. Die 1 euro moet daarbij. Dit moet weer bij het briefjesgeld. We zitten nu op 160, 210, 220, 230 euro. Wow. Hoe komt dat geld precies in Bangladesh? Wij gaan het geld allemaal verzamelen. Dan hebben we 1 bedrag. Dan ga ik gewoon naar de bank brengen. En dan wordt het overgemaakt naar de organisatie die goede dingen doet voor kinderen in Bangladesh. En dan gaan zij daar in Bangladesh iets goeds voor de kinderen doen. Ja. Jullie hebben eigenlijk met 1 dag werken 240 euro verdiend. Ja. Zijn jullie tevreden erover? Ja. Ja, is het een goede actie geweest? Ja. En er is nog een manier waarop je mensen in ontwikkelingslanden kunt helpen. Door wanneer je lekker gaat shoppen, goed op te letten op wat je koopt. Kijk, zo'n logo bijvoorbeeld, hè? Zoals dit. Fair Trade. Dat betekent dat de winst gaat naar de makers in de ontwikkelingslanden zelf. En wie vindt dat er geen kindslaven mogen werken op de cacaoplantages en dat de boeren daar een eerlijke prijs moeten krijgen, die koopt bijvoorbeeld chocola van Tony Chocoloni. Dat is puur, hè? Ja, die vind ik lekker. En zo proberen steeds meer winkels op een eerlijke manier handel te drijven met ontwikkelingslanden. Zodat niet alleen wij, maar ook zij daar profijt van hebben. Ik heb hier mijn eigen locker met mijn eigen sleutel. En ik hoef niet meer op straat te slapen, want ik mag nu hier slapen. Amra chuto tomra boro etai porichoy.
Oh, en check ook even de website voor meer informatie en onze geweldige game www.deslavernij.nl.